Hallo, welkom. We gaan verder met Marcus. Hoofdstuk 4, vers 24 en 25. Twee versen. Over Jezus, die met een hele grote groep mensen praat en dat doet in de vorm van gelijkenissen, van beelden. En in dit stukje staat, hij zei ook tegen hen, let goed op wat je hoort. Met de maat waarmee je meet, zal jou de maat genomen worden. En er zal je zelfs meer worden toebedeeld. Want wie heeft, zal nog meer krijgen. Maar wie niets heeft, zal zelfs het laatste worden ontnomen. Nou, nog een keer weer een gelijkenis van Jezus. Hij is de vorige, is hij mee gestopt door te zeggen, luister goed, hoor, doe je oren open. En deze begint hij met, luister goed, let op wat je hoort. Luister naar wat ik zeg. Dat betekent ook, er zit een extra betekenis in. Zoek naar die extra betekenis. En dan zegt hij, de maat waarmee je meet, daarmee zal je gemeten worden. Dat gaat over handel. Ik kan me nog herinneren als jongetje dat een melkboer bij ons langskwam en dan een halve liter melk aftapte in een kan. Dat heette dan ook een kan melk. En vervolgens dat dan verkocht aan mijn moeder of aan mijn oma enzovoort. De goede handelaren deden altijd wat extra. Zonder dat je ervoor hoefde te betalen. Maar die wisten, als een klant tevreden is, komt hij weer terug. De zuinige handelaren, die deden wat te weinig. Maar dat keert zich altijd tegen je natuurlijk. Want dan gaat een ander je ook zuinig behandelen. Dan krijg je niet wat je toekomt. Dus het is uit de handel. Het is duidelijk. Overkwam ons een keer dat we een heleboel coniferen kochten bij een handelaar. Ik had een secuur uitgerekend, uitgeteld, uitgemeten. En ik plantte ze erin en ik hield twee over. En ik meldde me bij de handelaar en ik zei, ik heb twee coniferen te veel gekregen van u. Hij zei, die heb ik meegegeven voor het breken. Oh? Ja, je hoeft er niks voor te betalen. Oh? Dank u zeer. Ja, hij zei, je bent een van de weinigen die het meldt dat je twee te veel laat. Oké, nou ja, leek me voor de hand liggend. Maar kennelijk was dat niet zo. Dat was dus eentje die extra gaf. Met de maat waarmee je meet, zal je gemeten worden. Dat gaat natuurlijk over mensen en over hoe mensen behandelen. Of je gul bent of krenterig. Of je een beetje ruim bent in je waardering voor anderen, wat anderen doen en zo. Of je positieve dingen wilt zeggen, dat het alleen maar negatief is, alleen maar afbrekend en krakend enzovoort. In aandacht, of je mensen aandacht geeft of alleen maar aandacht eist. Dat soort dingen. De Bijbel zegt, geven levert meer op dan graaien. Dat is echt zo. Niet iedereen heeft dat door en soms gaat het om enorme bedragen. Maar het is echt waar. Geven levert meer op dan graaien. En dat krijgt een extra betekenis als je erover nadenkt dat dit een woord van Jezus is, de Zoon van God. De Bijbel in gewone taal, die vertaalt het ook op die manier. Die zegt letterlijk, let goed op, God geeft net zoveel aan jou als jij aan anderen geeft en hij doet er zelfs nog iets bij. Hier zit God verborgen achter. Als je ruimhartig bent voor anderen, is God ruimhartig voor jou en meer dan dat. Dus gaat het niet om, wat haal ik binnen, wat kan ik graaien, maar wat kan ik geven? Ja, natuurlijk hebben wij daar wel angst over. Ja. Of het misbruikt wordt. Je geeft wat weg aan iemand en dan doet het er wat raars mee of gevaarlijks of weet ik veel. Ja, dat is natuurlijk niet de bedoeling. Als iemand van plan is om een inbraak te plegen, dan zeg je niet, ik loop wel even naar de winkel om een koevoer voor je te halen. Hoef je die niet te kopen. Dat is natuurlijk onzin. Het gaat niet om crimineel gedrag wat je moet ondersteunen of verkeerde dingen. Dat is duidelijk. Het is wel binnen het kader van je normale verstand. Maar met je normale verstand gul geven is buitengewoon verrijkend. Natuurlijk is Jezus zelf ook in het geding. Zijn leven staat bol van het geven. Hij geeft zichzelf. Hij schenkt zichzelf aan een wereld die van God vervreemd is geraakt. Hij geeft zichzelf over aan gevangenschap en bespotting en martelaarschap. Hij geeft zichzelf over aan de dood. Hij doet dat voor ons, voor mij, omdat ik dat niet kan geven. Maar hij wel, hij doet het. Hij geeft zichzelf en krijgt daarvoor een immense rijkdom terug. Want God roept hem uit de doden tevoorschijn en maakt dat hij leeft tot in alle eeuwigheid. En Heer van alle heren en Koning van alle koningen wordt. Jezus zelf is zo'n voorbeeld van, als je wat geeft, dan krijg je dubbel en dwars weer terug. En hij zegt er nog bij, wie heeft zal nog meer krijgen. God geeft altijd overmaat aan wie bereid is zichzelf aan God te geven.
Nou, de menigte die dit staat aan te horen, die zal misschien eerst wel eens achter de oren gekrapt hebben en gedacht van, waar gaat dit nou weer over? Gaat dit over handel in koren, in graan bijvoorbeeld? Ja, oh. Ja, dat snap ik wel. Maar bij Jezus weet je haast altijd wel dat er wat extra's onder zit. Wat betekent dat? Het betekende natuurlijk dat het erom ging of mensen in Jezus geloofden of niet. Of ze zijn woord wilden aanvaarden of dat ze alleen maar kritisch en sceptisch stonden te luisteren. Als je dat doet, zegt Jezus, kom je in Gods huis, in Gods gezin en in Gods koninkrijk binnen. Dan kom je in de rijkdom van God binnen. Dan krijg je een eeuwige toekomst en een leven vol innerlijke vrede die God je schenkt. Ik kan me voorstellen dat dat een aantrekkelijk iets is voor mensen die op zoek zijn, wanhopig op zoek zijn, naar wat het leven betekent en wat God zou kunnen betekenen voor hen. In wat voor vorm dan ook maar. Onder wat voor naam dan ook maar. Soms zijn mensen op zoek naar God zonder het te weten zelfs. Dan betekent dit wat. Maar er staan ook mensen bij waarschijnlijk die bij zichzelf al lang bedacht hebben, Jezus is het niet. Het is een praatjesmaker. En dit gaat hem niet worden. En hij is gevaarlijk zelfs, want straks dan krijgen we van onze Romeinen, van de overheersers, op ons dak, omdat we hem niet gekortwiekt hebben. Hij moet toch maar uit de weg geraamd worden. Als je het afwijst, dan overvalt je de armoe. Dan valt alles weg. En hou je niks over. Niks voor de eeuwigheid, niks voor het hier en nu. Alles afgepakt, niks meer overgebleven. Bij Jezus gaat het wel op scherp hoor. Veel mensen hebben over Jezus een heel poeslief idee. Maar om zoveel tijd loop je tegen hele scherpe kantjes aan. Scherpe kantjes van de waarheid. Scherpe kantjes van de liefde van God ook. Die zegt, ik geef hem mijn zoon mijn liefde. Maar je moet hem niet afwijzen. Dan haal je jezelf weer op je dak. Dan word je bitter arm van. Dan raak je alles mee kwijt. Gelukkig de mens die vertrouwen heeft in Jezus. Dat is het hebben wat over gaat. Die vertrouwen heeft in Jezus en zijn woord. Gelukkig de mens die geeft en niet graait. Want die wordt rijk. En rijker dan ooit tevoren. Dan wens ik je van harte toe. Mogelijk tot ziens. In elk geval, God zegen toegewenst.